Goedendag. Deze foto hier achter mij laat mooi het weerbeeld van vandaag zien. Het was echt wel hondenweer te noemen op Valentijnsdag. Truilerig weer, lichte regen of motregen hadden we mee te maken. Met daarbij al wel vrij hoge temperaturen voor de tijd van het jaar met zo'n 12 graden. En dat zachte weer dat gaan we de komende dagen ook wel vaker zien. We gaan zelfs naar temperaturen boven de 15 graden. En in combinatie met die ontluikende natuur dat dan echt wel een beetje lente achteraan doen. Maar goed, dan moet de zon ook gaan schijnen. En of dat ook gaat gebeuren, daar ga ik in deze tiendaagse verwachting wat verder op in. Er komt dus in ieder geval zacht weer aan. Hebben we nu al mee te maken, maar als ik de bovenluchttemperatuur erbij ga pakken, op zo'n anderhalf kilometer hoogte, dan kunnen we goed zien met welke luchtsoort we te maken hebben. Als ik de animatie dan even aanzet en hem laat stoppen op donderdag, de zachtste dag van deze week, dan zien we dat Nederland onder een warme bel met lucht ligt. In ideale omstandigheden met volop zon zou het zelfs met deze bovenluchttemperaturen van 10 of 11 graden 20 graden kunnen worden aan de grond. Maar goed, dan moet het dus volledig zonnig zijn en dat gaat niet gebeuren. Het is vrij vochtige lucht, toch wel aardig wat bewolking waar we mee te maken hebben. Maar ik denk dat er toch ook wel enkele zonnige perioden gaan zijn. Dus het zou zomaar kunnen dat we wel richting de 17 graden gaan op donderdag. Echt wel hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Als ik die animatie dan verder aanzet, zien we dat uiteindelijk die echt extreem hoge. Temperatuur in de bovenlucht wel gaan verdwijnen, maar die westelijke stroming die blijft wel in stand. En daarmee is het voorlopig dus ook absoluut geen winterweer en blijft dat zachte weer dus ook echt nog wel even aanhouden. Nou, welk weerbeeld kunnen we daarbij verwachten? Daarvoor pak ik even het Amerikaanse weermodel erbij. Als ik die aanzet, zien we inderdaad dat we nog steeds wel met die westelijke stroming te maken hebben. Toch zien we een tijdelijke verandering. Zeker in het weekend, Ho een hoge drukgordel net ten zuiden van ons, waardoor we tijdelijk iets rustiger weer hebben. Lage druk juist wat verder op de oceaan, met daar wel die westelijke stroming, maar die doet dan ons land even tijdelijk niet aan. Daardoor zaterdag waarschijnlijk ook een wat droger weerbeeld, met soms wat ruimte voor de zon. Echt wel even een vriendelijke weerdag dan. Maar als ik de animatie aanzet, dan verwijder ik even de hoog- en lage drukgebieden. Dan zien we toch dat die westelijke stroming uiteindelijk echt wel weer terugkomt in Nederland. Vanaf zondag zien we weer verschillende storingen passeren. Hoge druk die verplaatst zich iets meer richting de oceaan, lage druk weer meer over onze regio. En dan zien we eigenlijk dat dat platoon de dagen daarna ook gewoon voortzet. Er is weinig verandering. Winter kun je echt alleen vinden in het noorden van Europa, in Scandinavië. En bij ons is dat voorlopig dus niet aan de orde. Donderdag, morgen, dat wordt dus de zachtste dag van dit jaar tot nu toe. Op grote schaal boven de 15 graden. In het noorden iets minder zacht met 13 of 14 graden. In het zuiden... Als daar het zonnetje even nog doorbreekt, dan kan het daar wel 17 graden worden. En normaal zitten we in deze tijd van het jaar rond 7 graden. Dus dat laat wel zien hoe zacht het morgen gaat worden. Er waait daarbij een matige wind uit zuidelijke richtingen. En die zuidelijke wind die zorgt op vrijdag toch ook nog wel voor hoge temperaturen voor de tijd van het jaar, met 11 tot 14 graden. Er is daarbij een licht wisselvallig weerbeeld. Zeker in de ochtend kan in het binnenland nog wel wat regen vallen. Maar in de loop van de dag wordt het al iets droger omdat we onder die rug van hoge druk komen te liggen. En dan waait de wind uit westelijke richtingen. Waarmee iets minder zachte lucht wordt aangevoerd. Op zaterdag hebben we dan ook een vrij vriendelijke start van het weekend. Temperaturen overdag rond de graad of 11. Enkele graden lager dus dan donderdag en vrijdag. Met daarbij een mix van wolken, zon en nog een enkele bui. Maar kijken we naar de dagen daarna. Dan gaat die wind dus toch weer meer die zuidwesthoek opzoeken. Krijgen we temperaturen overdag rond de graad of 10. De bewolking die neemt weer toe. Dus als je van zon houdt, neem het er dan van op de zaterdag. Kijken we dan naar de iets langere termijn in de pluim. Weinig verandering. Het is een beetje eentonig. De kansen op nachtvorst zijn klein, doordat we continu wel met die lage drukinvloed te maken hebben. En door die lage invloed zijn de neerslagkansen natuurlijk ook aanwezig. Dat zien we goed in de neerslagdiagram. Op zaterdag dus een lagere kans op neerslag. Maar daarna zien we toch heel veel dagen waarop die neerslagkansen aanzienlijk zijn. Samenvattend, komende donderdag erg zacht weer, lokaal zelfs 17 graden, ook vrijdag nog zacht. De dagen daarna iets minder zacht, maar dat blijft wel al wisselvallig. Alleen zaterdag, dat lijkt een iets drogere dag te gaan worden. Tot de volgende keer.